Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Glow and Darn Shining Cage. Ook met Sander van Gamingus B. Ja, zeker. I'm loving it. Goed. Dit past ook super goed. Ik weet niet of dat de vorige aflevering was. Dan had ik hem vorige aflevering moeten doen. Of dat het gewoon onze sessie was, zeg maar, hoe we begonnen. Maar toen had jij het over een woord. Nou, dat past er goed bij. Smartypant? Nee. Nee, een ander. Een ander woord. Ik ben nu zeer benieuwd. Maar ik weet niet of jij dat nog herinnert. Nee, waarschijnlijk niet. Vorige aflevering is helaas niet zo fijn afgelopen voor meneer Sandering. Ja, ik was het alweer bijna vergeten, maar... Auw. Of rust uit in stukjes. Ja, rest in pieces. Wat ik ga doen is... Wearing the candy ink. Als ik er nu... Hey, hij leeft weer! Ik mag hem weer gebruiken! Dit was een grapje. Ik wil wel gewoon... Ik wil gewoon even zien hoe die eruit ziet, oké? Okay? Laat me. Wel, ik had hem gewoon moeten evolven, dan had hij ook veel meer kunnen hebben. En dan was hij fighting type geweest. Fuck. Hij is fucking vet. Oké. Die had ik niet moeten doen. Nu weet ik wat ik mis. Double kick? Nee, hoeft niet hoor. Sander, doe we calm is leuk maar vandaag? Want? Ik krijg shiny calm is leuk maar. Ah, dat kan. Shiny Charmander zou ik het ook wel interessant vinden. Een shiny Delta Kudfu. Ook. Moet ik goed opletten, want de deltas zijn niet... als het dus Delta shiny is, is het niet zo'n groot verschil met een Delta, zeg maar. Snap je? Ja, precies. Ik ben er meer voor jou, je bent er meer voor mij. Dat is de Mew trainer daar. Daarboven, ja. Die met die blauwe padding. Jongster Mew Blue. Haha, got him. Ontweking. Ja, dus ik bal wel heel erg dat ik mijn start kwijt ben. Oh, fuck. Ik heb een Rita gebruikt. Nou, maar net. Ben er meer voor jou. Ben er meer voor mij. Heb jij ook wel eens van die momenten dat je dan er uiteindelijk achterkomt waarom sommige dingen zo heten en dat je denkt van waarom ben ik zo dom? Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, ik had zo'n momentje dus net. Ik zeg, ik sta nu in de Rusturf tunnel en ik bedacht me net van oh, dat komt natuurlijk omdat hij van Rustboro naar Verdeturf gaat. Maar dat had ik mezelf nooit bedacht. Ja. Dat ik weet wat je bedoelt. Ik kan zo voor mezelf geen voorbeeld noemen, eerlijk gezegd. Maar ik heb dat ook wel eens gehad. Dat weet ik 100% zeker. Vlammen, tornado. Oh nee, wacht. Het is... Oh ja, nee. Draken-tornado is dat. Ah, want ik ben... De vlam ben ik kwijt. Zucht. Wie van ons gaat shiny Spinda krijgen? Altijd anders. Altijd. Ja. Want er zijn duizend of miljoenen soorten spinda's, toch? Of zo? Ja, zoiets. Die spots zijn altijd anders of zo. Oh, hij is meer special in. Ja, Leech Life is toch kut. Leech Life is very good. Very, 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 very good. Dan moet ik alsnog Steve gaan gebruiken. Ik denk, ik had verwacht van, oké, we krijgen een guy erbij en dan kan ik Steve boxen. En dan is het echt zoals Inazuma 11, weet je, geen gedoe. Met Steve, gewoon Steve 3 zinnen laten geven en dan daarna hoeft hij niks meer te doen, weet je. Ja. Maar, het mocht niet zo baten. Het mocht niet zo baten van de water. Die leeft nog wel. Wat? Niks. Sorry, ik vond hem zelf grappig.
Tenminste, iemand die hem grappig vond, weet je. Zo moet je het ook maar weer zien. Tuurlijk. Er is in ieder geval iemand die om jou moet lachen, Sander. Hé, hey, als er... Een pro. Als je niet om je eigen grappen kunt maken, waarom zou je dan een grap maken? Precies, Sing Sandring. That's the spirit. The blue spirit. That's the spirit. Wow, Zuko. Ik bedoel... Oh, spoilers. Oh, shit. Van de serie van 2005 mag dat wel. Voor de mensen die een serie van 20 jaar geleden niet gezien hebben, sorry voor de spoilers. Ik zal voortaan iets later erover beginnen. Ja. Ben er meer van jou. Oeh, voorspan. Level 15, interessant. Oh, ja. Sandring. Ah, wel, dus... Ah, also dat is een dupe. Nee, ja. Dat is een dupe, Sander. Dupes? Ja. Volgens mij is het dobs. Of shit. Nee. Oh! Shit! Nu mis ik level 16. Dat was niet de bedoeling. Dat is dan weer zo'n Engels leenwoord. Wat staan ze dicht op elkaar? En die hebben er zin in, hoor. Dan kan je het in één oogopslag zien, dat vind ik wel zo. Ja, dat weer een dupe! Sander! Want ik doe dat niet. Ik heb nou al twee... Wish oh ja, als jij nu een Charmander krijgt, hè, dan word ik wel boos. Want dan ben ik net mijn Fire-type verloren. En dan weet je dat de derde Pokémon is die ik wil? In van wat ik nu kan krijgen. Nee, de vierde denk ik. Ik zou wel Slugma willen. Ja, dat is denk ik het enige wat ik dan lastig zou vinden is om te evolven naar Macargo Fast. Charmander is echt de vierde van de vijf die ik kan krijgen. Wel beter, maar... Ah nee, dit is ook geen step. Ik denk dat ik Dwebbel het minst graag wil. Maar daar zijn we ook voor doen. Ja. Het is wel een rock type, die heb je nog niet, toch? Nee, maar dus dat het is wel een slechte rock type. En het is wel ook Bug, en die heb je al wel. Ja. Dus. Stunning de sporing. Nee, ik wil het liefste Slugma en anders de Noibat. Of nee, ik wil het liefste Slugma en anders de hoe heet het, die Kupfu, die Delta Kupfu. Ja, snap. En als derde de Noibat, dan de Charmander en dan de Dwebbel. Maar ik vind ze alle drie wel prima. Ze komen alle drie, alle vijf bedoel ik, komen ze sowieso in het team voor... Ik denk... Whismur, voor Whismur. Ik zou Sixagoon doen, maar oké. Okay. Alhoewel, ja... Ja, nee, ik denk dat Whismur... is wel snel, hè? Dat is waar. En ik vind ze Shiny. Speedy Gonzales. Ja, dat is Dustox, als ik trouwens dood had, heb ik gewoon nog een Dustox. Heeft deze guy ook 6 mensjes? Nee, 2. Roxanne? Nee, Roxanne bedoelde ik eigenlijk. Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, level... 7. En toch ben ik bang. Sturdy, daar had ik over na moeten denken. Ik ben de domste persoon op aarde. Nou, dat valt allemaal wel weer mee. Kom op, iedereen en zijn moeder weet dat Geodude Sturdy heeft. Dat klopt, alleen jij bent niet de domste persoon op aarde. Nou, ik betwijfel het. Dommer dan Snapking? Op één na domste persoon op aarde. Op één na domste persoon. Die zet het tattoo op zijn gezicht met zijn eigen naam, hè? Ja. Ja, nee, dan ben ik ook nog wel slimmer dan hem. Want ik vergeet mijn naam dus niet. Ik hoef niet in de spiegel te kijken om mijn naam te herkennen. En dan zie je je naam, zeg maar. En dan zie je naam in spiegelbeeld. Ja. Hoe doet Armo dat? Ja. Hoe weet hij zijn naam? What a crazy guy. Surskit is wel echt kut. Wanneer even weer die in een mask? Rain. Weet ik eigenlijk niet. Het is niet echt een Pokémon die ik gebruik, zeg. Daarom. Masquerain. It's raining Masques. And it's raining shiny. Hij is Masquesing in the rain. 22, dat duurt echt tearing lagging. Niet te verwarren met tearing lagging, want dat is gewoon lag uitschelden. Wat terecht is, maar niet leuk. Waarom ga ik ook nog steeds met mijn bug Pokémon? Dat weet ik niet, Sander. Waarom doe je dat?
Ja, omdat hij grass type movie heeft. Nee. Dwebbeling! Dwebbeling? Ik neem aan dat een level 10 sowieso geen Beautify One Hit KO, toch? Beautiful! Wel, Rock is wel keer 4. Ja, dat is waar. Maar dan moet ik, Masquerade toch gebruiken. Voor opzetten bedoel ik. Want die is keer 2. Maar ja, Masquerade is ook water, toch? Of niet? Ja, ja. Dus dat kan wel. Mm-hmm. Dat is ook wel sterk. Maar ja, we zagen net dat het wel veel damage bij MD en tackle al. Dus, ja, je hebt voorspalm op Riolo, hè? Ik zeg het maar even. Ja, maar... Oh ja. Oh ja. Ja, maar die is al wel level 16, dus dan moet ik uitkijken dat ik niet boven de level cap kom. Oh. Maar misschien wel goede tipping. Nu lijkt ons team wel nog meer op elkaar trouwens. Als ik dan gewoon die toortje had gehouden. Oh, oeps. Yo, professor Leighton en de erfenis van de Asran, zie ik daar, die daar nou? Dat zag je, ja. Nou, daar ben je niet kippen heen. Want? Zijn kippen blind? Oh, blinde kip, ja. Is dat een blinde kipper? Ben je blind? Als je kippig bent, ben je blind. Ja, dat klopt. Kijk, ik ga nu omlopen. Ga ik alsnog met haar praten? Het heeft gewoon geen zin om dan om te lopen, trouwens, maar boeien. Oké, gelukkig. Ik heb mijn intro momentje wel uitgezet. Ik dacht even 3 seconden. Wacht, heb ik mijn intro momentje wel uitgezet? Toen was het ja. Gelukkig, want het is al een keer voorgekomen dat niet zo was. Het zou niet de eerste keering zijn, maar boeien. Boeien. Hey, hoezo... Oh, deze Geodude heeft waarschijnlijk gewoon geen sturdy. Wacht, ik dacht dat elke Geodude sturdy had. Nee, niet elke Geodude heeft... Oh, maar dan is het helemaal niet zo gek dat... Oh, dan ben ik helemaal niet zo heel dom. Want dan had het ook gewoon een strat kunnen zijn. Hopen dat hij geen dingetje heeft. Nu, wat is nu de gameplan? Want ja, eigenlijk moet je pas gaan doen als ik hem ook ga doen. Want anders moet je heel lang wachten straks. Ja. Maar ja, dan moet je alsnog lang wachten. Daarom moet er gewoon even één shine en niet 2 keer een Whismur die ik al heb. Komt die Sandring? Sandring! Dan ga ik. Ga jij de Mew anders verslaan? Dan ga ik iets doen. Gewoon puur, ik weet het. Jullie zijn allemaal benieuwd. Godverdomme! Ik ga het gewoon doen. Weer die kut Whismur. Lijkt me op zich... Weet je, op zich... Is dat wel leuk om erin te houden? Dat je gewoon... Oh. Dat we gewoon wel fully evolve, zodat we weten hoe de final shiny eruit ziet. Oh, dat is wel leuk, hè. Dus, weet je, ik ga hem toch niet gebruiken. Ik mag hem niet eens gebruiken. Maar ik wil gewoon eventjes weten hoe ziet de final shiny eruit ziet. Heb je gezegd van tevoren, zodat je niet de alheren candies heen bent straks? Ga voor. Flame Charge, dat was wel echt de ultieme vlammentornado. Dat is Fire Spin. Ja, oké. Nou, Flame Charge vind ik er op zich nog wel op lijken eigenlijk hoor, qua animatie. Oké. Maar hoe bad is mijn luck dat ik al 4 shiny Whismurs heb moeten skippen? Ja, op schaal van 1 tot 10? Tering hoog. 32, hè? 36. Nee, ik wil niet. 36. Oh, dit duurt nog zo lang. Ik zeg het wel, die er bijna is trouwens. Maar... Dat terzijde. Focus Energy, nee, ik wil gewoon... Ik krijg er kriebels van, hè? Ja, dat is waar. Focus Energy, krijg je kriebels van... Ja, wow. Hij is gewoon fucking vet. Die is wel heel vet, holy shit. Dit was echt Axel. Met zijn blaze kick. Yeah. Ja. Monster en je krijgt je kriebelt van
moet er energie. Er moet je hart van niezen. Hachu. Hachu energy. Wist je trouwens dat corona... Nee. Ken je die meme van dat ze dus... Dat, volgens mij is dat Lange Frans of zo. Ja. Yeah. Die zegt dan dat Pokémon corona heeft veroorzaakt of zo. Want Pikachu zou het dan opslaan. En dan, ja. Wat? Wat? Ken je dat clipje niet? Dat kan niet serieus zijn. Dat was ook een hoe heet het? Dat was in de coronatijd en dat was wel een edit hoor. Oh, ik wou al zeggen. Maar het was best wel geloofwaardig. Ja. Als je die edit zag, dan dacht je wel, wow. Dus nee, maar dan gaan ze dus over de piek. Want ja, hè, flattende curve. Curve, ja. Dus dat is piek. En dan hachu, want je niest van corona. Wow. Wow. Hey, weet je wat ik kan doen? Training aan de Mewing. Nu moet ik wel denken, wat moet ik nu doen? Oh! Wat was de eerste? Dat weet ik niet meer. Dat was volgens mij zo'n blauwe Cyndaquil, zo'n shiny Cyndaquil was dat volgens mij. Die gast keek niet eens naar me, maar oké. Mew Blue. Oké, dan ga ik eerst met Tsunami, dan ga ik daarna in naar Riolu en dan kan ik dan switchen naar, hoe heet die, Noibat. Want flying is super effective op fighting. Kabooming. Zeker kabooming. Het is leuk, maar ik ben gewoon shiny, jongen. Mew, deze gast heeft een Mew, wist je dat al? Nee. Deze gast heeft een Mew blijkbaar. Die doet zijn transform. Afrodite. Waarom had ik hem ook alweer Afrodite genoemd? Omdat het de god is en Anubis. Oh, ook... Anubis! God. God weet. Reflect type? What the fuck doet deze gozer? Je type reflect in. Ik doe even quick attack dan. Ik wil gewoon dat je transform, want dan ben je makkelijk te killen. Transformers! Ja! Transformers. En nu kan ik naar... Draken! Tornado! Oh, het doet dus best veel voor Not Very Effective trouwens. Oeh, ik vind Tornado helemaal niet zo heel goed hoor. Deze guy evolueert ook echt pas op level 50 volgens mij. Weet jij dat? Noibat? Sorry? Noibat, deze guy evolueert level 50 of zo, toch? Fucking laag. Dat weet ik niet, ding. 48. Boy, jongen. En dat terwijl die zo slecht ding is in. Hoezo kan ik zijn stats niet zien? Ik wil stats. Ik weet. Weet jij dit? Is het. Wacht, ik kan ook gewoon naar base stat total kijken. Base stat. Attack laag, special attack hoog. Wing attack is physical. Aan de andere kant bite en tackle zijn ook physical. En Gust volgens mij ook, toch? Nee, Gust is special. Oh. Maar tackle heeft sowieso nooit super effectiveness, dus dan doe ik het voor tackle. Ja. Ja, Aphrodite level 17. Hoe doen we dat? Voor de gym battle mag je level 18 zijn, als hij in de gym battle leveled up. Dan mag je hem nog inzetten, toch? Zeker. Ja. Het enige waar je op moet letten is dat de tweede gym 32. Sorry, nee. 21 is. Dus dat is niet zo'n groot verschil. Oeh. Maar nu ben je wel snel bij de tweede gym. Dat is dan wel zo, maar...
Featuring Cat trouwens. Ik weet niet of je het ziet. Featuring Cat. Kijk, Featuring Cat. Maar dat was aflevering 2 al, Featuring Cat. Ja, dit is alweer Featuring Cat. Hij wil graag in de aflevering. Kun je even Shiny halen trouwens? Ik doe mijn best, Sander. Oké. Ik ben al 4 Shiny. En dan hoeft het geen Wish meer te zijn hoor. Het hoeft geen Wish meer te zijn. Dan ga ik ondertussen even mijn kat voeren. Dan wordt hij vast wel rustig van. Spoiler, hij is rustig. Oh shit, nu heb ik het gesmoord. Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Pam, 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 nee. Dat is mijn favoriete nummer ooit. Dat is niet waar. Wat is jouw favoriete nummer ooit? Laat het achter in de comments. Question of the day. Heb jij ook een wijsvinger? Laat het weten in de reacties. Als jij ook een wijsvinger hebt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Heb je geen wijsvinger? Dan ook. Probeer dan met je pink het duimpje omhoog te klukken. Mij lukt het in 5 seconden. Lukt jou dat ook? Ja, dat is echt heftig, hè? Het erg is nog dat dit gewoon... Wij doen dit als grote grap, maar het gebeurt echt. Dat is nog het aller... Dit is legit hoe mensen likes vormen. Oh, ja, ik weet het. Daarom kwam ik ook op dit idee. Oh, duurt lang. Yo, mag ik? Wacht even, hoor. Wacht even. Oh, hij gaat duur te lang van Daphne Michel sturen, hoor. Nou... Ken je toch Sandring? Wacht even. Had ik al wacht even. Godverdomme. Maar het duurt echt te lang. Daar kan ik niks aan doen deze keer. Ik kan hier ook water opkomen. Nou je magische poeder dan zo. Oh. Delen? Magische poeder zo? Nou, ik zie het niet. Oh ja, ik moet even inwerken. Net zoals de kruiden op de vlees, er moet ook even inwerking. Zeker, man. Mag ik niet je metal vast verslaan? Ik heb geen zin om nu te wachten. Never! Aan de andere kant, dat maakt niet ik uit. Doe ik doe deze 4 nog wachten. En dan loop ik sowieso even terug. Nee! De magische poeder werkt? Dat is een ding. 5 fucking whismers al, hè? 3 op de 5 zijn whismer, meestal. Dus op zich, fair enough. Maar wel hatering. Goed, ik loop wel terug. We gaan de volgende aflevering beginnen met... zo'n match in een cage. Ah, oké. Okay. Maak hem dan niet te klein, de cage. De kooi. De kooi gevecht! Let's go! Dat is van die karpers, hè? Kooi karpers. Wauw. Oké, zullen we... Tot de volgende... Tot de volgende kering! Joe.